de dag. Dit is het weekoverzicht met de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen week. De douane en de politie hebben vorige week bij een overslagbedrijf op het Westland 2100 kilo cocaïne gevonden. De straatwaarde van de partij wordt geschat op 157 miljoen euro. De verdovende middelen waren verstopt in grote balen tussen een lading mango's. De container, afkomstig uit Peru, was via de Rotterdamse haven naar het bedrijf in Westland gekomen. Daar werd het klaargemaakt voor vervoer naar Duitsland. Voor zover nu bekend, heeft het bedrijf in het Westland niets met de verdovende middelen te maken. Een speciaal team van douane, zeehavenpolitie en justitie heeft de zaak in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Woningeigenaren in Rijswijk hoeven volgens de gemeente geen zorgen te hebben over de onroerende zaakbelasting, de OZB. Deze maand wordt de aanslag voor de belasting bij de meeste mensen bezorgd. Veel mensen met een eigen huis maken zich zorgen over de belasting. De huizenprijzen zijn enorm gestegen, waardoor ook de waarde van de woningen en de OZB-belasting stijgt. Rijswijk heeft echter aangekondigd de belasting nagenoeg gelijk te houden. Ook als er sprake is van een forse stijging in de waarde van bijvoorbeeld 10%, gaat de belasting met niet meer dan een paar euro omhoog. In zo'n geval verlaagt de gemeente het tarief voor de OZB. Zo blijven de inkomsten voor de gemeente gelijk en hoeven woningeigenaren niet plotseling veel meer te betalen. De landelijke solidariteitsdemonstratie met sekswerkers in Den Haag is matig bezocht. Het werd gehouden op het Koekamp in Den Haag. Het weer was slecht, het regende en stormde en de demonstratie was een solidariteitsprotest, want 15 februari is uitgeroepen tot de dag van de betaalde liefde. Aanleiding daarvoor is de moord op sekswerker Brisa. Die kwam door geweld om het leven in het Van der Valk Hotel in Wassenaar begin dit jaar. Uit onderzoek is gebleken dat bijna alle sekswerkers het afgelopen jaar met geweld te maken hebben gehad. Daarbij was ook sprake van emotioneel geweld, zoals vernedering en stalking. Het initiatief voor de demonstratie kwam van Kim Vrolijk. Zij is kandidaatraadslid voor de Haagse Stadspartij. Een nieuw trimparcours in Wassenaar maakt de wegen nog leuker. Althans, dat is wat de gemeente Wassenaar naar buiten brengt. In het parkbos Duinrel, ook wel het bosje van Palland genoemd, is een nieuw trimparcours gemaakt. Op de toestellen kunnen oefeningen worden gedaan voor sterkere spieren. Op deze manier probeert de gemeente mensen te bewegen in de buitenlucht te trimmen. Het parcours werd geopend door wethouder Zweerts de Jong van Sportzaken. Volgens haar is het geschikt voor zowel kinderen als volwassenen. Er is bij elk trimtoestel een uitgebreide handleiding geplaatst. Sportclubs in Wassenaar zijn enthousiast over het nieuwe trimparcours. De bouw ervan is een van de beloftes die is gedaan in de zogenoemde sportnota. Het theaterstuk Trojan Wars ging vorig jaar in première en kreeg veel positieve reacties. Maar er waren ook veel restricties vanwege de coronamaatregelen. Het spektakel komt nu nog één keer terug in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. 6 tot en met 10 juli wordt Trojan Wars gespeeld in alle ruimtes van de Schouwburg. De 250 kostuums kunnen weer uit de kast worden gehaald voor het theaterstuk dat 5 uur duurt. Het verhaal is gebaseerd op de Griekse mythologie uit het boek Ilias, waar het gaat over de oorlog tussen Grieken en Trojanen. Daar komt ook het paard van Troje vandaan. De basis van het verhaal is vertaald naar het nu. Het theaterspel wordt overal in de Schouwburg gespeeld met muziek, act en eten. En we laten u alvast een voorproefje zien. Weg is weg, ik hoef haar niet meer. Ben je nooit bang voor jezelf? Waarom zou ik? Nu! Nee, het is oorlog voor zolang als ik het wil! En ja, ik wil! En ze vraagt zijn rotkop! Hel op aarde! Ha!
Oké, hoe lang heb jij niet gekust? Tot zover het weekoverzicht. Heeft u nieuws voor ons? Laat het ons weten. Maak foto's of video's met uw smartphone van bijzondere gebeurtenissen en stuur ze naar redactie@regionieuws.tv of via WhatsApp naar 06-1970-2510. Dank voor uw aandacht, fijn weekende en blijf gezond.